Abu Bakr aalt. Ik als shiit zeg dat Abu Bakr aalt. Wat ga je nou doen? Ga je weer zeggen dat ik Abu Bakr heb beledigd? Ga je nou klagen en zeggen, kijk deze Rafidi, deze Rafidi beledigt Abu Bakr. Dat ben ik van jullie gewend. Abu Bakr uilt. Ik weet dat je boos bent geworden en wens te zeggen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! In Tarikh al-Tabari, Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Harith zei, Abu Bakr riep Uthman alleen en zei tegen hem, schrijf in de naam van Allah de barmhartige, de genadevolle. Dit is het toevertrouwen van Abu Bakr ibn Abi Quhafa aan de moslims. Maar hij, Abu Bakr, viel flauw. En Uthman schreef verder, ik benoem Omar ibn al-Khattab tot mijn opvolger. Geen een van de metgezellen weigerde zijn document en zei dat Abu Bakr eilt zoals wat zij met de profeet deden. Waarom mag de profeet het document niet opstellen, maar Abu Bakr wel? Waarom zei Omar over de profeet dat hij aan het eilen was en waarom heeft niemand er iets over gezegd dat Abu Bakr aan het eilen was? Ik als shiit zeg dat Abu Bakr eilt. Jij vindt dat ik Abu Bakr nog steeds beledig, maar jij vindt dat Omar de profeet niet beledigt. Jij gaat onzinnige smoesjes verzinnen om de uitspraak van Omar te rechtvaardigen. En jij gaat ook de gedaante van Abu Bakr en Uthman rechtvaardigen. Dus met twee maten meten. Jij kiest de kant van Abu Bakr, Omar en Uthman tegen de profeet. Jij komt niet op voor de profeet. Omar beledigt de profeet en jij staat erachter. Maar ik zeg dat Abu Bakr, Omar en Uthman eilen. Einde.